Wat is chippies en wat heb ik? Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Vlogmas vlog. Het is vandaag zaterdag 7 december en het is nu 20 voor 12 en ik ga zo naar de stad toe samen met mijn beste vriendinnetje Esther en ik heb er heel erg veel zin in en we gaan tot ongeveer 3 uur, half 4. Het is nu gewoon eventjes lekker een relaxed dagje, maar ook wel gewoon met leuke dingetjes. Ik heb mij net helemaal klaargemaakt. Ik heb gewoon weer hetzelfde aan als gisteren. Dit is trouwens mijn outfit. We zouden rond 11:30 weggaan, maar het is nu iets later geworden. Ik ben zo ontzettend blij. Ja, mijn video, mijn vlog wilde maar niet uploaden. En nu is hij echt bijna verwerkt. Hij is 95% verwerkt. Dus niet meer uploaden, maar verwerkt. Dat is een stapje verder. Dus ik hoop zo dat hij zo meteen online komt. Dan ben ik echt heel erg gelukkig en blij. Ik had er gewoon echt een beetje stress van. Dit heb ik in mijn haar trouwens. Gewoon zo'n knotje. Nou, het is een staartje geworden nu. Dit is top. Ik heb ook al zo net vanochtend de vlogmas van gisteren geëdit. En ik moet zo meteen maar gaan. Ik pak mijn tas en zo. Maar dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Dit truitje die ik gisteren ook aan had is van de Primark. Hij is echt zo zacht en echt heel erg chill zit hij. En deze broek zit ook super lekker. Want het is een beetje zo'n chill-achtig broekje. Is de camera vies? Ja, sorry jongens, de camera was vies. Maar dit is mijn broek, deze komt van de Only. En ik doe waarschijnlijk mijn Nike schoenen erbij aan. Maar top, ik ga me nu nog eventjes verder klaarmaken. En dan gaan we naar de stad. Wij zijn weer thuis, we zijn naar de stad geweest. En ik heb wat dingetjes gekocht en dat ga ik zo meteen even goed laten zien. Met mijn chippies en wat heb ik. Hoi. Hoi. Dit heb ik gekocht. Een bronzer en een lipstick. En Esther heeft ook wel gekocht en we hebben nog iets gekocht. Ja. En we hadden nog zo'n blouseje gekocht. Gaat Esther wel pakken. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien met dit. En dat gaan we dus lenen. Ja, gaan we zeg maar delen. Dat ja. Nou. Omdat het de laatste was. Ik ben op mijn kamer en ik ga jullie eventjes een mini shoplog laten geven. Wat ik heb gekocht. En het was echt heel erg leuk in de stad. En we zijn naar de McDonald's geweest. Het is helaas nu alweer donker. Anders wilde ik nog een video opnemen. Maar ik ga morgen gewoon niet al te laat uit bed. Zodat ik gewoon nog wat video's editen en video's maken. Dus ik was zo opgelucht dat de vlog van die eigenlijk gisteren online zou moeten komen. Dat die alsnog online is gekomen vanochtend. En daar was ik zo opgelucht mee. En zo ontzettend blij. Je wil niet weten. Dus ja, daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Ik weet niet hoe het nou was gekomen dat hij het gisteren gewoon niet wilde doen. Ja, ik heb het nu, ik heb zeg maar Google Chrome en ik heb Safari. Safari is gewoon van Apple zelf. En die gebruik ik nu voor het uploaden. Dat helpt wel beter om eerlijk te zijn. Ik weet niet hoe dat kan. Maar ik gebruik denk ik nu dan gewoon maar Safari voor mijn video's om up te loaden. Dus nou ja, ik heb een beetje wat geprobeerd en dan weet ik dat voor de volgende keer. Misschien helpt dat ook bij de volgende keer dat het gebeurt. Dus laten we het maar hopen. Ik ga eventjes een shoplog doen. En ik ga ook even een try-on doen. Dat betekent dat ik eventjes de kleding die ik heb gekocht even aan ga doen. En dan kunnen jullie ook even goed zien. En dan kan ik gewoon mijn mening erover geven. En gewoon eventjes dat laten zien. Nou, dit is het eerste trui. Het is een basic grijze trui. Maar dan met een heel erg leuk kolletje. En ik vind hem echt heel erg leuk. En hij zit ook echt heel erg comfy. Hij is een beetje oversized. Waar ik altijd wel van hou. En het is heel erg mooi als je hier gewoon een beetje een zwarte spijkerbroek of zo eronder doet. Ik heb nu dit aan. Zo'n, ja, dit. Ja, jullie kunnen het niet zien. Maar het ziet er niet heel erg geweldig uit met deze broek.
Maar dit is dus het gaar en deze was 20 euro. En bij de mouwen is hij ook een beetje zo, maar dat vind ik wel leuk. Door naar het tweede. Dit is het tweede en het laatste truitje. Ik ben hier ook echt heel erg blij mee. Mijn beste vriendin Esther, die zei ze van, ja, zij had die ook gepast. En toen zei ze van, ja, dit is echt een Laura truitje. En dat klopt, want het is gewoon een heel mooi roze, zacht roze kleurtje. Waar ik wel echt heel erg van hou. En dan met gewoon zo'n grijze streep en het ziet er zo mooi uit. En die zit echt heel erg chill, ook heel erg zacht. Deze was ook 20 euro. Wel een beetje jammer dat hij niet iets van 15 of 10 was. Maar ik kon gewoon niet kiezen welke ik anders wou. Want ik vond ze gewoon allebei heel erg leuk. En dit is iets wat ik nog niet echt had. En ik heb ook eigenlijk geen roze trui meer. Maar ik vind het altijd wel schattig of zo. Dus hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Deze heb ik in de S. Want ja, ik heb meestal gewoon een S'je. En bij die andere trui had ik een XS, want die is gewoon heel erg wijd. Ik laat deze trui aan, want ik vind hem echt heel erg chill zitten. Ik ga even de andere dingen laten zien die ik heb gekocht. Nou, ik heb wat make-up gekocht. Wat ik ook net nog in de vlog zei, of nou ja, wat jullie net zagen toen Esther nog was. Dat wij een zo'n blouseje, zo'n zwart blouseje hadden gekocht met van die stipjes. En die hebben we... dus allebei zeg maar betaald. Dus we hebben gewoon allebei de helft betaald. Hij was in de sale voor 15 euro nu. Ja, dus die gaan wij gewoon delen. Ja, echt heel erg leuk. Maar die kan ik nu niet laten zien, want Esther heeft hem. Nou, als eerste had ik een bronzer van Essence. En hier heb ik ook een bronzer van Essence. Maar deze is wat donkerder dan deze. Want deze is in de kleur 01 Natural. En dit is in de... kleur 02 Sunny. En deze was volgens mij 3,50. Maar is echt super groot. Dus heel chill. Deze is gewoon iets donkerder dan die. En iets minder oranje. Denk ik en hoop ik. Ik hoop gewoon dat deze nu wel goed is. Ja, ik had nog een cadeaukaart bij de Ethos. En ik wist anders niet zo goed wat ik daarvan moest halen. En ik wilde altijd al wel weer iets van Sleek. Sleek is een make-up merk. En ik heb daar een highlights paletje van. Die is echt heel erg mooi. Ik zag altijd ook al dat ze van die lipsticks hadden. En deze zagen er echt heel erg mooi uit. En ik had het dus op mijn hand geswatcht. Nou, ik kon het er echt... ik had het er maar 1 minuut op of zo. Of zelfs minder. En ik kon het er echt bijna niet van afhalen. Dus dat betekent dat hij heel goed blijft zitten. Nou ja, het is dus de Sleek Matte Me lipstick. Als jullie het een beetje kunnen zien. Nou, deze kleur dus. Het is een beetje een donkerrode kleur. En dit is echt perfect voor de kerst. Dus deze ga ik wel denk ik met de kerst op doen. Het is gewoon zo'n mooie rode kleur. Deze lipstick was 7,50. En ik had precies 7,50 op mijn cadeaukaart. Dus dat was heel chill. Dus ik hoefde niks bij te betalen. In de kleur Fired Up. Helemaal top. Ik ben helemaal geslaagd. Dus ik hoop dat jullie de dingetjes ook leuk vinden wat ik heb gekocht. Ik ga nu alvast eventjes de adventskalender openmaken. Omdat ik gewoon benieuwd ben. Laten we een vakje openmaken. Oh, het beeld is echt zo goed. Even kijken. Het is alweer 8 december. Het gaat echt pittig snel. Ik zie vakje nummer 8. En ik ga hem gewoon eventjes hier openmaken. Oh, het voelt niet als een nagelveldje. Oh, wat is dit? Oké, jongens. Dit zit erin. En er staat op een Transformer Balm. Ja, ik weet het niet. Ik ga het gewoon eventjes openmaken. Oké, jongens. Nou, dit is het dus. Het is een... ja, het is gewoon een blauwe balsem lipkleur of zo. Ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Hieronder zit ook iets. Maar als je eraan draait, doet het niks. Weet je wat? Ik heb de hele dag lippen, maar... oh, wacht. Hè? Huh? Volgens mij is het gewoon een... roze lipkleurtje, maar dan in een blauwe... ik voel me echt zo'n soort Barbie met deze kleur. Maar oké, dit zit erin. Dus toppie. Nou, ik vind het wel wat hebben.